Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuw videoblog over investeren. Vandaag vanuit Den Haag. Ik sta hier voor het C4 Hotel. Mijn top 10 van cryptocurrency van januari 2021. En ja, zoals altijd, ik sla Bitcoin en Ethereum over. Mijn vanzelfsprekende nummer 1 en 2 positie. Daar ga ik niet te veel woorden vuil maken. Snapt iedereen. Bitcoin digitaal goud. Ethereum smart contract platform. Heel groot, gaat heel groot worden. Op nummer 3 staat bij mij Polkadot. Polkadot is nieuwkomer. Is heel snel in waarde gestegen. In interesse ook, in belangrijkheid. Ja, die gaat dit jaar in 2021 denk ik heel veel leuke dingen laten zien. Ik denk zelf dat het helemaal niet te laat is om Polkadot aan te schaffen. Polkadot is eigenlijk een beetje als een ETF kopen. Je koopt dan een heel deel, het ecosysteem van Polkadot koop je dan. Terwijl daarop Polkadot ook een heleboel kleine nieuwe bedrijfjes beginnen. En ja, daarin zie ik dan voor 2021 ook dan de nieuwe kansen. Nummer 4 is Cardano. Cardano, ja, hetzelfde als Polkadot, een smart contract platform. Zijn hele eigen indeling, hele eigen ontwikkeling. Maar heb ik heel veel vertrouwen in. En ik denk ook dat het komende jaar ons een heleboel mooie nieuwe dingen gaat brengen op Cardano. Het smart contract gaat binnenkort ook live. Dus dan komen er ook echt daadwerkelijk smart contracts op Cardano. Ja, nou, dan wordt het gewoon heel interessant. Dan wordt het gewoon heel leuk. En ja, ik heb een grote positie in Cardano. Ik steek ook Cardano. Daar krijg ik opbrengsten uit. Die bewaar ik. Ik verkoop mijn gestekte Cardano niet. Want ik zie Cardano zeker nog heel erg in waarde toenemen. Op nummer 5 staat Theta. Theta heeft zich opgewerkt, want deze lijst die gaat ook allemaal in dollars. Dus ik kijk nu even in de dollarwaarde. Nou, Theta heeft zich heel erg opgewerkt. Zeker de afgelopen tijd is heel makkelijk door de waarde van 1 dollar gegaan. Door 2 dollar is het gegaan. Heeft een hele mooie run gemaakt. Ja, we zien nu echt dat interesse in Theta enorm is. Is er een rode dag op de crypto-markt, dan gaat Theta soms gewoon door. Laat zich trekt allemaal niks van aan. Hele waardevolle, interessant token. En heeft ook door deze waardestijging een hele hoge positie gekregen in mijn persoonlijke portfolio. Ook op de gewone CoinMarket-lijst stijgt Theta continu. En maar door. En bij mij is het dus nummer 5. Nummer 6 is de onvermijdelijke in de lijst, Chainlink. Nou, Chainlink is voor mij een funbag, zoals we dat zeggen. Die heb ik ooit verdiend. Heb ik mijn inleg uitgehaald en die staat er nu te staan. Nog steeds een hele grote positie voor mij. Ja, Chainlink is heel belangrijk. Heeft ook meer dan 300 partnerschappen inmiddels die samenwerken. Chainlink is gewoon heel nodig in de DeFi. De DeFi gaat gewoon nog steeds groter worden. Zo'n DeFi project is bijvoorbeeld nummer 6, Aave. Aave is ook heel erg gestegen in waarde en is mijn grootste DeFi coin die ik heb. Grootste DeFi project, grootste DeFi speler. Bij Aave kun je geld lenen, uitlenen. Je kan binnenkort ook zelfs zijn er hypotheken op Aave mogelijk. Is gewoon eigenlijk wat mij betreft de belangrijkste DeFi speler die we hebben op dit moment. En Aave ben ik ook niet van plan om daar snel afscheid van te nemen. Ik ben gewoon heel enthousiast over Aave, wat Aave kan. En het zit een heel goed team achter en gaat gewoon nog heel veel verrassing doen, in mijn mening. Dan nummer 8, VeChain. VeChain is ook een blockchain gespecialiseerd in logistiek. Ik heb daar wat winst uitgenomen, ik heb mijn inlichten uitgehaald, zodat ik nu ook VeChain als een soort funbag heb die ik lekker laat oplopen. Nou, het ziet er goed uit voor VeChain, ondanks ook weer een stijging gehad. Ik hou VeChain aan, maar VeChain is voor mij wel een token die ik langzaam zal gaan afbouwen. En hetzelfde geldt voor de nummer 9, Band Protocol. Band Protocol heb ik ook hele mooie rendementen meegemaakt, maar ik heb mijn inlegger nog niet uitgehaald. Ik steek Band Protocol tegen 17%, hele mooie inkomsten, hele mooie rendementen kunnen mee halen. Maar ik heb nog niet een winst genomen, wil ik wel binnenkort gaan doen. Want ik vind mijn Band Protocol positie iets wat aan de grote kant. En dat is alleen maar goed, want het komt. De reden is dat Band Protocol heel erg is gestegen in waarde. Dus dan neemt automatisch ook de positie in het portfolio toe. Ik ben enthousiast over Band, maar ik geloof zelf iets meer dat Chainlink, ik geloof dat die het wat beter gaat doen op de lange termijn. Maar ik hou mijn Band zeker aan voor een groot deel, maar ik ga er wel winst op nemen. Dan op nummer
10 staat Kusama. Kusama is een snelle stijger voor mij. Ik heb bijvoorbeeld mijn Tezos heb ik verkocht. Ik heb al mijn Tezos heb ik onlangs verkocht. Tezos ben ik iets minder enthousiast over geworden. Het was voor mij de eerste coin die ik steekte. Dus ik heb daar wel een leuke band mee. Maar ik zie dat er niet veel gebeurt op het netwerk. Ik zie dat er weinig op plaatsvindt. Ook geen enthousiasme meer. De prijsstijging neemt ook niet toe. Dus voor mij een reden om Tezos te verkopen. Ik heb het in Kusama gedaan. Kusama is het een beetje een testnet van Polkadot. Maar ik vermoed dat het in de duur ook net zo belangrijk gaat worden als Polkadot. Dat er ook gewoon helemaal op gaat draaien. En ja, Kusama is voor mij dus ook een hele mooie. Steek ik ook. Ik heb ze bij Kraken gesteekt. En dan komen we aan bij de nummer 11. Nummer 11 heb ik een groep, omdat er niet echt één uitsprong in dollarwaarde. Maar heb ik een groep van diverse projecten. En dat zijn Ren, Loopring, Synthetics en Kyber. Nou, hier heb ik allemaal ongeveer hetzelfde bedrag in zitten. Het is ongeveer allemaal even gelijk. De enige die er uitsprong was Loopring. Loopring is heel hard in waarde gestegen onlangs. En daar heb ik dan ook winst op genomen. Zodat die ook weer gelijk komt met die andere spelers. Voor mij is er niet echt één van deze vijf of vier die daar echt uitspringt in belangrijkheid. Dus daarom hou ik ze allemaal ongeveer een beetje op dezelfde waarde. Dus mocht één in één keer heel hard stijgen. Nou, ik had Loopring en al deze andere had ik gekocht in september. Nou, Loopring breekt ineens uit. Hele hoge winsten, 60% op een dag. Nou, ik neem mijn winst, ik haal mijn inleg eruit en ik heb weer een funbag aan Loopring. En ook een heel interessant project. Kijk er eens op, gewoon Loopring, kun je zien. Je kan erop traden tegen gunstige prijs. Zeer interessant. En dan de nummer 12. Eigenlijk de nummer 10, omdat ik Bitcoin en Ethereum eventjes meetel. Dat is TrustSwap. Wat is TrustSwap? TrustSwap is een platform waar je kan meedoen aan nieuwe launches van crypto projecten. Dus wil je bijvoorbeeld meedoen aan een nieuwe launch? Als je zegt, nou, er komt een heel mooi project uit. Dan kun je bij TrustSwap daar als eerste bij zijn. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, dat is heel belangrijk. Omdat je anders moet wachten tot het op Uniswap komt. Nou, vaak is daar helemaal niet genoeg liquiditeit. Vervolgens moet je misschien nog langer wachten tot het op Binance komt. En tegen die tijd is het ook al zo ver gestegen dat het al eigenlijk niet meer interessant is. Of in ieder geval minder interessant. Laat ik het zo zeggen, het is minder interessant om dan zo'n token nog te kopen. TrustSwap heeft ook een hele mooie waardestijging daardoor laten zien. Heel veel mensen willen TrustSwap hebben. Waarom kopen ze TrustSwap? Omdat je een bepaald aantal TrustSwap nodig hebt om deel te mogen nemen aan die sales, aan die kopen. Dus voor mij was dat een heel een waardevolle token. Ik heb hem, hij is ook een beetje een nieuwkomer in de lijst. Stijgt op, we hebben nummer 12 nu. En puur omdat die waardestijging is geweest. Ik heb er gewoon een klein bedrag in gestoken. Maar dat is steeds harder gaan groeien. Heel mooie positie in mijn portfolio. Dat was mijn top 10 van januari 2021. Wil je meer weten over investeren? Volg ons al op Facebook. Ons goed bij Dividend Investeren, ik kan ook Instagram. Ga naar website www.bitcoinhulp.com als je hulp wil bij het investeren in crypto en bitcoin. Dan krijg je een daggedeelte met mij. Als cursus help ik jou om goed, veilig en snel te investeren in bitcoin en crypto. Dat was voor vandaag. Vanuit Den Haag zeg ik bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.